De pers viel op dat ik op Twitter en Facebook nog wel eens wat deelde van de Forum van de Democratie. Dat is een partij die wel dicht bij mijn gevoelens ligt. En ook op lokaal gebied, maar ook landelijk gebied. En die hadden aan mij gevraagd van luister, het valt ons op. Ze zien mij als een prominente, markante politicus hier in Almelo. Daar ben ik heel trots op dat ze dat zo komen schrijven. Mogen we je interviewen. En vandaar dat het stuk zaterdag in de krant stond. En natuurlijk niet te vergeten de ontzettende leuke column van Linda. Ik moet zeggen, de eerste paar regels die ze omschreef, dat raakte mijn hart in positieve zin. En ik denk bij mezelf, ja, daar gaat een bal rollen. Dan wordt er op dat moment op veel manieren wat zaken uitgelegd. Maar laat ik één ding zeggen. Ik ben trots op hoe ik hier sta. Ik ben trots op de manier hoe ik me profileer. En ik ben trots met het gedachtegoed die best wel een samenloop heeft met de Forum van de Democratie. En het is een stukje vrijheid van meningsuiting. En dat heb ik op deze manier tentoongespreid. Uw open sollicitatie fietst natuurlijk een beetje dwars door alle regels en procedures. Nou ja, goed, ik las vandaag het stuk in de krant naar aanleiding van een persvoorlichter waar onze krant, zeg maar de Twentse krant, contact mee heeft gehad. Laat ik zo zeggen, ik heb geen open sollicitatie gedaan. Ik heb ook geen brief geschreven. Ik heb mijn sympathie op mijn manier uitgesproken en daarin ook heel duidelijk aangegeven dat ik met alle plezier de kar in 2022 eventueel zou willen trekken voor het Forum van de Democratie. Op dit moment, dat snappen jullie natuurlijk ook, is de Forum van de Democratie druk met het inrichten van een provinciale staat. Het een goede resultaat wat ze hebben geboekt. En op dit moment ligt de prioriteit niet bij de gemeentes. Vandaar die reactie. Even terug over onze partij. Wij zijn de partij Democraten.nu. Die Huub en ik hebben opgericht in 2016. Met veel plezier. En wij ons totaal lokaal hebben gericht. Daaruit zijn een aantal mensen omheen gekomen die van allerlei rangen en standen zijn van verschillende partijen. Dus bij ons is iedereen van harte welkom. Dat ik deze stip er neer heb gezet vanuit mijn perspectief, vanuit mijn beleving, is op dit moment helemaal niet verkeerd gevallen. Maar goed, daar zijn best wel andere denkbeelden over. Het betekent dat je met jezelf, met de club die je hebt, je ontwikkelt en dat we met elkaar heus wel naar een goed moment komen om daar een besluit over te nemen. De scherpe randjes in deze ontwikkeling van Forum van de Democratie die hard groeit, stijgend is, zijn er een aantal dingen goed geformuleerd. Ik heb ze ook benoemd, hè. Gekozen burgemeester, wat natuurlijk aan mijn hart gaat, wat ik gewoon fantastisch voorstel vind, een bindend referendum, zo kan ik nog wel doorgaan. Zijn er ook een aantal dingen die scherp neer worden gezet. Die moet je uitontwikkelen, die moet je met elkaar weer goed de stip op de horizon zetten. Daar zijn ze mee bezig. En één ding ga ik jullie vertellen, en dat is één ding wat zeker is, dat deze partij een toekomstbeeld heeft van ons land waar ik me heel goed in kan vinden.